Blunders van artsen. De meeste Nederlanders willen volledige openheid over medische missers. Maar wordt de zorg er beter van als alles openbaar wordt gemaakt? Of heeft het juist een verlammend effect op artsen? En wat zeggen lijstjes eigenlijk over de kwaliteit van de zorg? In Rondom 10 nu live een debat over veel eisende patiënten en bezorgde artsen. Dames en heren, goedenavond. Medische missers. Ze leiden ieder jaar tot zo'n 2000 doden. En meer dan 30.000 andere patiënten lopen schade op doordat hun behandeling niet goed is gegaan. De Consumentenbond wil daarom meer openheid over die medische blunders. Prestaties van medici, goed of slecht, moeten voortaan vaker bekend worden gemaakt. Dokters worden op scherp gezet, want de zorg moet beter. Maar de meeste artsen vrezen dat die enorme drukte juist toe leidt dat ze minder goed hun werk kunnen doen. Schiet de patiënt nou echt iets op met volledige openheid? Daar discussiëren we vanavond over. Thuis kunt u twitteren. Doe dat dan met hashtag rondom 10. Cynthia Vogeler, met jou te beginnen. Je bent hoofd belangenbehartiging van de Consumentenbond. Jullie hebben onderzoek gedaan naar die openheid in de zorg onder zo'n 600 mensen. Waarom wilden jullie dat doen? Nou, de belangrijkste reden is dat wij eigenlijk daar ook veel signalen over binnenkrijgen van onze achterban. Dat het moeilijk is in de zorg wanneer er iets fout gaat. Dat het moeilijk is om zaken bespreekbaar te maken. En dat het moeilijk is om ook die gegevens te vinden die mensen eigenlijk nodig hebben, vragen. Ja, de informatie die dat is het belangrijkste zoeken. Waarom wij het hebben gedaan. Ja. Daarnaast wilden we ook inderdaad het debat hierover aangaan. Omdat we merken dat het tussen artsen, ziekenhuizen, andere zorgverleners niet makkelijk is om dat gesprek op gang te brengen. Dus wij vonden het belangrijk om dat te doen. Aan de consumenten dan ook allerlei vragen gesteld. Laten we twee van die vragen er even bij pakken. Ja. Onder meer was de vraag, moeten in het ziekenhuis gemaakte fouten openbaar zijn voor consumenten met de naam van de instelling erbij? Daarop heeft 75%, maar liefst driekwart dus ja, geantwoord. Andere vraag was, moeten fouten gemaakt door artsen in een ziekenhuis met hun naam ook openbaar zijn? En daarop zei zelfs 66% ook ja, mits het dan wel om serieuze tekortkomingen gaan. Dus mensen willen openheid, dat is duidelijk. Ja. Hoe zien jullie het voor je? Wat wil je daarmee gaan doen? We hebben een onderzoek gedaan om dit te vragen, omdat we inderdaad ook aanleiding toe hadden. Daarnaast is het natuurlijk dat je over deze cijfers ook het debat moet aangaan met elkaar. Maar wat willen jullie concreet gaan doen? En wat wij zouden willen is dat natuurlijk als er fouten worden gemaakt, dat mensen ook daar wetenschap van kunnen hebben. Ik denk dat het heel belangrijk is dat een ziekenhuis, als het in een ziekenhuis gebeurt, ook echt maatregelen kan treffen. Op het moment dat het ernstig is, heb je het echt over een calamiteit, ook tegen de arts kan zeggen, nu even geen behandelingen bij patiënten, omdat wij nog moeten weten wat er is gebeurd. Maar patiënten moeten dan ook weten dat dat soort dingen spelen. Dus het moet openbaar gemaakt worden. Op het moment inderdaad dat een arts dan inderdaad uit functie wordt ontheven, tijdelijk kan dat. Dan kan er in ieder geval geen schade aan andere patiënten worden veroorzaakt. En dan moet daar dus ook een reden voor zijn. Dus men moet dat wel kunnen begrijpen. Ja. Moet je dat breed uit overal melden in iedere krant? Nee, dat is niet nodig. Want het is natuurlijk iets wat dan onderzocht wordt. Ja, maar wel via een site bijvoorbeeld melden? Dat zou kunnen. Dat zou kunnen. Wat wel belangrijk is, op het moment dat is vastkomen te staan dat het gaat om een ernstige fout, dan zeggen wij, zet het dan in bijvoorbeeld in het BIG-register. In het BIG-register kan je inderdaad, waar artsen zijn. Daar kan je ingeschreven, artsen, ja, daar zijn de artsen, maar ook verpleegkundigen, geregistreerd. Okay. Jan Kremer, u bent gynaecoloog van het Radboud Medisch Centrum in Nijmegen. Meer openheid, is dat iets wat u toejacht? Daar ben ik groot voorstander van. Want ik denk dat het goed is dat wij ook als artsen en zorgverleners in het algemeen gewoon open zijn over dat wat wij doen. En dat wat, want wij doen ons werk niet voor onszelf. Wij maken niet de dienst uit, maar wij leveren een dienst aan een patiënt. En die heeft gewoon recht om te weten wat er gebeurt. Maar als u nou een foutje maakt, en dat wordt ook bekend, bent u daar dan blij mee? Nou, dat bespreken we altijd met de patiënt als er fouten gemaakt zijn. Als je dan een open sfeer hebt van vertrouwen, dan zie je dat ook heel goed opgepakt wordt. En dat patiënten dat ook accepteren en dat wij daar ook onze les uit leren. Ja, maar dat bespreekt u dan intern met een patiënt. Maar vindt u dat het openbaar mag worden gemaakt? Nou ja, voor hele ernstige gevallen kan ik me dat voorstellen. In de praktijk gebeurt dat ook al. Als je aan die neurologen in Twente kijkt, dat is openbaar gemaakt. Maar wat minder ernstige zaken, daar gaat natuurlijk de discussie over. Moet je dat doen of niet? Ja. Want je moet uitkijken dat je niet in de valkuil
van dit soort transparantie komt, dat je een hele defensieve geneeskunde krijgt waarbij geen enkele arts meer iets durft te doen en waarbij je bang bent, net als in Amerika, dat je allerlei claims gaat krijgen als je überhaupt maar een klein foutje zou maken. En dan neemt de bereidheid om dat te melden en te leren van die fouten wat we moeten neemt doen, af, juist. Dat neemt ook af. Ja. Jos Lemay, u bent directeur van de RIAG in Rijnmond. Vindt u het goed als artsen meer verantwoording moeten afleggen aan patiënten, aan consumenten? Ik ben voor openheid en ik ben voor het afleggen van verantwoordelijkheid. Alleen ik werk in Rotterdam. Rotterdam is een beetje een proefregio voor nieuw openbaar bestuur. He, daar stad met doorzettingsmacht en waar leidt dat dan toe? Meldplichten. Waar dat toe leidt is grensvervaging. Dus wat je ziet is dat allerlei beroepen en posities in de maatschappij door elkaar heen gaan lopen. En de politiek maakt zich ineens verantwoordelijk voor het voorkomen van kindermishandeling. En heeft daar een meldplicht voor in het leven geroepen die iedereen moet. Dan is er ineens geen openheid meer. Wij hebben het boekje gepubliceerd, Spookrijders in de Zorg. Omdat we in de marge gedrukt werden als spookrijders. Ja, maar dat heet toch gewoon maatschappelijke betrokkenheid als je wil precies, werken aan kindermishandeling? Precies, maar dan kom je bij de wethouder niet meer binnen. Dus ik zie ook wel zorgen. Dus ik maak mij zorgen dat de politiek, om het maar even voor het debat wat stevig neer te zetten, misbruik maakt van de angsten die leven bij de dolende kiezer. En dat er een ongezonde coalitie gaat ontstaan die in een aantal opzichten heel schadelijk is voor de zorg. En juist niet die transparantie. U vindt eigenlijk, we moeten te veel leveren omdat het sentiment van mensen wordt ingespeeld. Nou ja, ik zie dat met allerlei klachten de wethouder ineens de superdokter gaat worden die eigenlijk weet hoe het moet. En daar jammer genoeg gewone dokters voor nodig heeft. Nou, naast u zit een oud huisarts, tegenwoordig in de politiek voor de SP.